Hallo, Spengs en Berikus op een gameplay. Dit is de uitleg over de ranks en hoe eigenlijk alles werkt in de Serpent gameplay PvP dinges. Minecraft server Ultimate Serpent PvP Games IP serpentpvp.minecraftplay.nl en Minecraft schrijf je dan als MC. Eerst wat ik ga vertellen is de slots. Waarschijnlijk komen er 75 slots van momenteel. Net zat hij helemaal vol. Hij is net even gereset voor wat kleine dingetjes. Hij kan het wel redelijk aan, alleen waarschijnlijk komen er een stuk of 15 VIP-slots. Dus op het moment dat de server vol zit, kan een VIP wel alsnog joinen. En op het moment dat de VIP-slots vol zitten, dan pas worden mensen gekickt. Want het is natuurlijk heel irritant als je lekker een potje aan het spelen bent en dan word jij gekickt omdat er een VIP in de game zit. Maar nu moeten er sowieso eerst 15 VIPs online zijn, voordat dat moet gaan gebeuren. En momenteel hebben we nog 0 VIPs, dus die kans zit er momenteel nog niet in. Laten we gewoon gaan joinen. En ja, momenteel hebben we 2 keer de wereld poep. En het worden er sowieso meer, want het is momenteel nogal druk en soms moet je 5 minuten wachten tot je in een game kan. Het is heel simpel, daar zit team A, team rood. Die hebben daar een mooie vlag. Ik zal er even heen vliegen. Hier zijn mensen waarschijnlijk ook nog bezig met een potje of niet. Het zou best kunnen. Hier heb je de rode vlag. Het is gewoon... Oh, die is zelfs gepakt momenteel. Nooi joh. Hier is de vlag van rood. Ik weet echt niet zeker of hier nou mensen in dit potje zitten of niet. Maar ja, daar is de vlag van rood. En hierboven, bij de kunstkamer, is de vlag van blauw. En ja, rood moet de vlag van blauw pakken en dan terug naar een eigen vlag. En dan moet een eigen vlag er wel nog liggen en dan kun je een punt scoren. Oh, heb ik het nou kapot gemaakt? Ik zal eens even kijken. Het zou best kunnen dat ik die blokjes heb opgemaakt. Ik weet niet precies. In ieder geval, dit is dan het idee. Maar, wat heel weinig mensen weten, al waarschijnlijk de eerste mensen die dat nu gaan zien, is hier zo. Op speciale plaatsen in de map, zoals hier, spannen speciale items. Dat staat nu, oké, er is iets met deze map. Hij wordt waarschijnlijk in dit moment gereset ofzo. Spannen speciale bogen en speciale items die sterker zijn. Dus ja, je kan in plaats van iedere keer gewoon heen en weer te lopen tussen die twee punten heel vaak dood te gaan, ook eens een keer hier gaan zoeken of daar wat andere plekken, weet je. Zoek een beetje de map, want het is niet voor niets een hele grote koepel in plaats van in dit huis met wat hekken eromheen. Weet je, ga eens een keer zoeken en misschien vind jij wel speciale wapens. En dan ga ik gauw even uit de koepel vliegen en dan ga ik gauw verder. Dit is tenminste dus het gewone spel. Hier heb je er momenteel 2 van en er komen nog wat kleine maps. Hier heb ik nou eens een gaatje gemaakt, zie je hier zo. Dat hebben we momenteel 2 keer. En dat is 2 keer 10 tegen 10. En het is trouwens, een potje duurt 5 minuten. Of wie het eerst 3 punten heeft van de 2 teams. Gaan ze nu beginnen ofzo? Ik weet niet, ik let even niet al te veel op. Kijk, ze beginnen net, zie je dat? Zit allemaal hier met z'n allen binnen. Ta-da-da! Al die kindjes gaan zo meteen lekker spelen. Dat is tenminste 1 ding. En dan komen we nu meteen bij de ranks. Wat je al ziet, iedereen heet Zwerver, maar ik heet... Hoi, ik heet Serpent Gameplay. En voor 15 euro kun je dan het ranks pentje kopen. En dan ben je dus VIP. En dan kun je dus altijd in de server. Dat is ding 1. Je krijgt een speciale klas die ietsje beter is bij het PvP. Dat is al 2. En 3, want je mag altijd in de server, krijgt een aparte rank. En we gaan zo meteen een survival server openen. Die is over een paar minuten klaar. Remco moet even wat kleine dingetjes fixen, de admin. Dat is hier zo? Nee, dat is niet hier zo. Kut. Ik kan vliegen in ieder geval in de spawn, dat scheelt. Hier komt de survival wereld. En ik heb hele slechte ervaringen met survival werelden. Want ik had ooit een hele leuke free server. Gewoon, nee, iedereen mocht erin. Survival wereld had ook gewoon 70 slots of zo. Er zat heel veel serpentjes lekker met z'n allen Minecraft te spelen. Maar er zijn altijd een paar die het voor de groep verpesten, weet je wel. Mensen die hakenkruisen gingen maken. Mensen die elkaars huizen gingen slopen. Mensen die van elkaar diamonds gingen stelen, weet je. En dat is kut. Want ik ben altijd de app binnen. Ik draag die titel, weet je wel. Het staat onder mijn naam. Het is een Serpent Gameplay server. Niet gewoon een server waar ik onder andere bij zit. Nee. Dus zodra iemand dan gegriept wordt, dan is het mijn schuld, weet je. Zodra er een hakenkruis in de server staat, is dat mijn schuld. En daarom heb ik besloten de survival wereld VIP only te maken. Dus als je VIP bent, dan kun je in de survival wereld. Ik zit zelf ook in die survival wereld. Ik zal een beetje toezicht houden en zo. Dus ja. Dan weet je dat. Hier kun je dus momenteel PvP games doen in Capture the Flag. En zometeen over enkele minuten survivalen. Hier is een leuk springkussen. En er komen dus nog wat extra PvP maps bij. Waarschijnlijk als de server goed loopt, dat hij sowieso denk ik wel gaat doen. Komen er extra slots bij. Misschien 200, misschien hebben we uiteindelijk 300. Daar durf ik niks over te zeggen. Als VIP krijg je dus een extra rank. Kun je er altijd in. En krijg je toegang tot de survival wereld. En ik hoop dat die leuk gaat worden. Want ja, die is er momenteel nog niet. En nou, dan gaan we lekker survival. Ik flikker even al mijn troep naar beneden. Dit is trouwens gewoon mijn gear die ik in poep ook heb. Maar ik gewoon direct poep heb doorgestuurd, de wereld. Je zit ook automatisch in de texture pack. Op het moment dat je de server joint, dan gaat hij hem voor je downloaden en gebruik je hem. En dat is natuurlijk nog de enige vraag, Rick. Hoe kom ik aan VIP? Nou, dat is heel simpel, mijn beste vriend. PayPal, hotstuk idee. Je opent je PayPal. Momenteel gaat het alleen via PayPal, niet via mobiel. Op het moment dat jij via bankrekening wil, per se. Van, oh, het kan echt alleen via bankrekening, via Ideal. Dan wil ik daar in principe in meegaan als je mij bericht via Skype en zegt, Rick, het kan echt alleen zo, mag ik je bankrekeningnummer? Ik heb niet echt zin om mijn bankrekeningnummer wereldwijd bekend te maken, zeg maar. Dus als het echt niet anders kan, mag het via je bankrekening. Maar je kan ook gewoon je bankrekening en je PayPal linken. Daar heb je voor de rest van je leven profijt van. Nou,
druk je natuurlijk op geld overmaken. Dat klinkt best logisch. Aan. Nou, jullie moeten naar serpentserver@hotmail.com overmaken. Maar ja, dat ben ik zelf. Ik kan even voor het voorbeeld niet geld overmaken naar mezelf. Dus ik doe gewoon even mijn eigen e-mail. Dit blokkeer ik wel eventjes. Dat je niet ziet wat hier staat. Want anders dan hebben mensen mijn privé e-mail. En dat wil ik niet. Nou, natuurlijk bedrag. Nou, 15 euro. Want dat kost die rank namelijk. Waarom maak je geld over? Ik maak geld over naar vrienden of familie. Want als je van je PayPal te goed afhaalt of je PayPal gelinkt hebt bij je bank, kost dat geen geld. En als je betaalt voor goederen of services, gaat mij dat geld kosten. Dat is een paar cent, dus dat maakt niet heel veel uit. Maar alsnog, misschien gaat er juist belasting over, dan is het best wel weer een paar euro. Dus ja, doe gewoon, ik betaal voor vrienden of familie, doorgaan. Ik moet trouwens geen 15 euro doen, want ik heb maar 10 cent op mijn rekening staan. Dus ik maak gewoon 10 cent over naar mijn andere PayPal rekening. Hoppakee, 10 cent. Voor jullie is het dan dus 15 euro. Doorgaan. Hij zei, we zijn aan het laden. Even laden. En dan komt de belangrijkste stap. Hier komt die. Onderwerp. Nou, doe hier even VIP. En dan komt de belangrijkste stap. Deze is echt het allerbelangrijkste. Bericht, optioneel. Mijn Minecraft naam is... Nou, dit moet je niet direct overnemen. Mijn Minecraft naam is Serpent Gameplay X. Dat is... Oh, dat staat niet thuis. Ja, Serpent Gameplay X. Ik heb het al verkeerd geschreven. Let zeker op dat je hier geen spelfout in maakt. Als je dit bericht er niet bij zet, dan wordt het één grote chaos. Dan zeggen mensen, ja, ik heb geld overgemaakt op PayPal. Mag ik nu mijn rank? En dan zeg ik, ja, wie was het dan? Want ik heb met 3 mensen die zeggen dat ze geld hebben overgemaakt. En ik heb maar 1 keer geld binnen gehad, weet je wel. Als je gewoon in de beschrijving zet, mijn username is dit. En ik kom op PayPal, ik zie geld is overgemaakt. Ik zie meteen een bericht van wie. Welke Minecraft naam? Ga ik naar de server, maak ik je meteen een VIP. Onthoud, weet je, ik kan een dagje weg zijn of zo. Dus het kan soms eventjes duren voordat je VIP bent. Je kan me even berichten op Skype van Erik, even gauw je PayPal checken. Maar in principe, vooral de eerste week of zo, ga ik het zeker ieder uur proberen te checken met PayPal. Dus ja, zo werkt dat. En dan druk je op geld overmaken en dan ben je klaar. En ja, ik heb dus al gezegd, bankrekening, heel misschien. En ja, voor de rest valt er niet zo heel veel te vertellen over de server. Hier komt dus de PvP, de dinges. En er komen dus extra PvP-werelden. Misschien, als je nog leuke ideeën hebt, komen er andere minigames, weet je. Het is wel... Momenteel is het in ieder geval heel gezellig met alle mensen. Misschien komen er nog andere minigames. Ga alsjeblieft niet spammen in de chat, want het kan heel irritant zijn. En ja, dat is eigenlijk alles wat ik te vertellen heb. Als er nog vragen zijn, dan hoor ik het wel in de comments. En zou ik je kind nog baren? Tuurlijk, mijn zoon. En ik ga sowieso vandaag en morgen en de komende tijd redelijk wat opnemen hier. Ik denk vooral de survival server en de PvP voor Serpent Game 2, mijn tweede kanaal. Dus ja, als je in de server komt, dan word je misschien wel beroemd. Tenminste, je Minecraft namen beroemd. Misschien ben jij wel precies die ene persoon die ik de hele tijd doodmaak in de survival serie. Of die mij een diamond gaf. Of die mij iets, weet jij veel. Kom in ieder geval op de server, dat is leuk. En mag ik de kinderen van Rick baren? Yes. Oh, hij zei al jee. Nou, in ieder geval, dan bedank ik jullie. En dan sluiten we af op het springkussen, wat super intens is. Er is trouwens ook één PvP map, de Pedo Paleis, de derde map. En dat is springkussen gerelateerd. Die is heel moeilijk, de jump map een beetje. In ieder geval, bedankt voor het kijken. Hopelijk was deze uitleg een beetje duidelijk. En ja, het zou leuk zijn als tenminste één iemand VIP kon kopen, anders dan ben ik in mijn eentje aan het survivalen. Bedankt voor het kijken voor deze video. Geniet van de intense server. Doei!